Ja, beste Berkelanders, de oranje gekte is weer begonnen in de Prins Hendrikstraat in Borculo. Een speciaal huis wordt dit jaar helemaal ingericht. Meneer ja. Waanders, wat gaat er gebeuren? Ja, dat is een verrassing, hè. Verrassing? We gaan niet alles vertellen, dat is nog helemaal geheim. Ja. Hij is nog heel kaal, maar we gaan iets speciaals doen. Dus daar zie je dus de volgende keer. We blijven doorgaan en elke dag komt er wat bij. Ja, maar deze woningen worden gesloopt, hè? Deze woningen allemaal worden gesloopt. Ja, dus dit jaar hebben jullie een eigen plekje waar eindelijk hebben we een eigen plekje voor heel eventjes. Waar we tevens de opslag allemaal hebben van de straatversiering. Ja. Druk met bezig zijn, alles gaat eraf, dus je moet volledig bezig zijn. Dus dat is eenmalig kun je het maken. Ja. Dus, en hier gaan jullie met z'n allen ook kijken, hè? Hier komt de televisie. Ja. Ja, op een scherm, wat gaan jullie doen? Nou, gewoon een eenvoudige televisie, blijf eenvoudig. Ja. En dan zorgen we met z'n allen een bakje koffie erbij. En als ze winnen, een flesje bier erbij. Ja. Ja, nou, gezelligheid. Nou, mooi. We gaan even binnen kijken. Wat... Ja. Nog eens even meer. We zijn in de woonkamer. Ja. De televisie staat al klaar. Ja, we hebben hem even uittesten, dat hij doet. Ja. We horen bij je, want we moeten natuurlijk wel een reserve televisie hebben. Dat alles wat we al een reserve hebben. Nou, het eerste begin hebben we. Muurschilderingen. In muurschilderingen. Zelfs op zondag is dat gemaakt. Dus we werken dag en nacht, werken we gewoon door naar deze. Ja, dus. Aan die kant ook allerlei versieringen. Ja, daar wordt het Hollands House. Nou, misschien heeft dat straks invloed voor op. Dat weet ik niet. Dus stoelen, oranje. Maar de rest moet allemaal nog komen, hè. Ja, het is het begin. Het is nog maar het begin. Vandaag zijn jullie begonnen, hè? Ja, we zijn, in principe zijn we dus hier al iets eerder mee begonnen om opstelling te maken, ja. Ideeën rond te doen. En dan de rest komt vanzelf wel. En vanavond beginnen we dus met de vlaggetjes overal. Kilometers aan vlaggetjes worden opgehangen. En alle huizen worden nog wel speciaal oranje gemaakt. Dus dit jaar weer een stukje meer. En deze voorgeel wordt ook oranje, hè? Van de woning. Deze voorgeel, ja, dat weet ik al niet. Dat wordt verrassing. Verrassing. Dat wil ik al niet. Dat zeg ik al niet. Dat wil ik al niet. Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Dus je roept alle Berkelanders op om de straat te doen. Ja, rustig aan de straat. En dat begint nu al te komen. Dat is volop. En de kinderen van scholen die beginnen nu al te komen. Ja. En we gaan iets heel moois maken. Maar het is gewoon een verrassing. Ja. We wachten gewoon af. Nou, er staan de dozen met vlaggetjes. Ja. Ja, naar buiten zaten heel wat dus. Een vrouw met een mooie hoed. Hè? Ja, onze beheerder van het huis. De beheerder van het huis. Ja. Ja, je moet alles goed voor elkaar hebben. Koffiejuffrouw. De koffiejuffrouw. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Zelfs het huis is helemaal ingepakt. Ja. Helemaal in oranje sfeer. Hoe hebben jullie het allemaal gedaan? Ja, met handen, hè? Met handen en voeten. Handen en voeten. Het is gewoon, gewoon lekker met elkaar 's morgens beginnen. Zaterdag. En zaterdag gaan we gek doen. Ja. En elk jaar wordt het gekker. Ja. Nou, en dan gewoon gezamenlijk, ja. Dan goed, een pakje koffie erbij. Ja. Na afloop een pilsje erbij, maar dat hoort er natuurlijk wel bij. Ja, zeker. Dat kun je wel zien, er staat niet voor niks goals, hè? Goals, ja. Maar die sponsoren jullie? Nee. Dat moet nog altijd wel een keer van elkaar hebben. Onverstoorbaar, het hele huis ingepakt. Dus zover is het nog niet. Maar in ieder geval, je moet toch even meer doen. Ja. En gaat het goed met de regen? Ja, hij heeft alle regen al gehad van zondag. Dus, ja, dat klopt, ja. En dat gaat allemaal goed. Dus daar merk je niks aan. Nee. Dat gaat goed. Kijk, we zorgen wel dat het allemaal netjes voor elkaar komt. Ja, dat wel. Dat is ook het is niet half, nee. Nee, half werk doen we hier niet. Nee. Want daar kun je beter niet aan beginnen. Duitsland über alles. De vlaggetjes worden opgehangen. Ja. Heel wat kilometers aan vlaggetjes. Een heel team uitgerukt. Ja. Met een ladder. Met een ladder allemaal. Hoe lang zijn jullie nu bezig om alles te versieren? 2 weken. 2 weken? Ja. Dan is het spik en span. 2 weken duurt een beetje.